What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible reaction. Which up in the next one on our André van Duin journey, scouting with English subtitles. If you enjoy it, definitely get over and show Neon Bullseye all the love of the world. I'm already subbed up. I've already smashed the like button. Let's see what we got. The English subtitles are there. We got a part one and part two, so we'll be jumping right into part two after this. If you enjoy it, go show the love. Let's go. You already believe it. You don't even, he doesn't even need to say anything. You already believe it's that a different character. Every single time, the man can play anybody. Zo, hè? Dat was even een stevige wandeling, vond je ook niet, Willem-Jan Jaap? Willem-Jan Jaap. Het was heerlijk, gode vroot. Ik dacht het ook, hè. Maar we zijn weer terug op het kamp. Alle welpjes zijn weer aanwezig, zie ik wel, hè? Ja. Daar zitten alle konijnen. Hoi. En daar zitten alle bevers. Daag. Well, here we go. Konijnen, jullie staan vanavond onder mijn leiding. Bevers daarentegen staan onder leiding van Willem Japjum. Bevers, zullen wij even ons geluidje laten horen? Wat ga je doen? Nou, wij bevers, wij kunnen namelijk klapperen met de staart. Klapperen met de staart? Ja. Zullen we het even aan Godevloed laten horen? Dat zal een hele studie geweest zijn. En gode vroot, wat kunnen jouw konijnen? Oh, the anticipation. Daar zijn wij ijzersterk, hè, konijnen, hè? Nou, niet meer doen, anders kunnen we straks de foyer niet meer in, hè? Het is hier heerlijk op het kamp. Heerlijk. Nou. Heb jij nog spoor gezocht vandaag? Nee. Niet? Jij? Natuurlijk, ik zoek elke dag sporen. In het bos? Nee, het Centraal Station. Nou goed, natuurlijk in het bos. Nou, wij zijn de hele dag bezig geweest met mollen vangen. Oh, prima werk. Vieze beesten ploegen je hele tuin om. Veel mollen gevangen? Wel 20. Mooi. Gelijk doodgemaakt zeker? Veel aardiger. Pardon? Ik heb ze levend begraven. Typische bever. It's not gonna work very well. Opmerking, hè? Waar slaat er nou op? Een mol levend begraven. Je hebt ook het IQ van een visnik, hè? Heb jij je daad al gedaan? Nee, ik heb dat Aquila nog niet gezien. Ik bedoel je goede daad natuurlijk. Oeh, nee, ja, 6 van mijn welpjes hebben een oud dametje naar de overkant gebracht, ja. Waarom met z'n zessen? Ze wou niet. Nou, ik ben lekker de hele dag bezig geweest met mijn cursus logica. Logica? Mm-hmm. Wat is logica? Weet je niet wat logica is? Voor het eerst, wat is logica? Zal ik je even een voorbeeldje geven? Oh, interessant. Even opletten, konijnen. Willem-Jan Jaap gaat even een voorbeeldje geven. Misschien is het interessant. Je kan niet weten, you never know, zeggen ze in Swahili. Nou, heb jij thuis een aquarium? Ja. Ja. Een tropisch aquarium heb ik zelfs, ja. Inderdaad, staat naast de open haard thuis, voor in geval dat. Mooi. Nou, als jij een aquarium hebt, dan heb je ook vissen. Ja, natuurlijk. Wat moet je met een aquarium zonder vissen? Natuurlijk heb ik vissen. Logisch. Ja, precies. Nou, en als je vissen hebt, dan hou je van dieren. Ja. En als je van dieren houdt, dan hou je ook van kinderen. Nou, hold on. Ja. Nou, en als je van kinderen houdt, nou ja, dan heb je ze ook. Ja. Nou, en als je kinderen hebt, dan heb je een vrouw. Ja. Nou, en als je een vrouw hebt, dan ben je getrouwd. Ja. Nou, en als je getrouwd bent, ben je dus niet homofiel. Ja, ja. En dat is dus logica. Ja, boeiend, hè? Dat is een interessant verhaal, dat moet ik eens onthouden. Want je weet nooit wie je zo eens tegenkomt. Kom ik toch ineens leuk, intelligent uit de hoek. Heel leuk. Ja, wat je zegt, ja. Wacht even. Ik zie daar ineens onze orkestleider staan. Orkestleider. Makkelijke prooi. Goedenavond, orkestleider. Goedenavond, Hopman. Hoi, hoe keurig. Goedenavond, Hopman. Hoe netjes, hè? Niet gerepeteerd, hoor. Zo in een keer. Mooi, hè? Weet jij toevallig wat logica is? Geen idee. Bingo! Geen idee. Geen idee. Die moeten we net hebben, hè? Prima. Geen idee, trouwens, een typische muzikantenuitspraak, hè? Geen idee, hè? Roep een muzikant altijd. Je kan aan een muzikant vragen wat je wil, weet je dit of dat. Die weet er nooit. Die weet er nooit wat. Daarom zitten ze ook in zo'n bak, hè? Dat mag zich niet verspreiden, hè? Dat moet bij elkaar blijven. It's contagious. It's contagious, what's up? Ze zijn wakker, daar zijn we wel blij om. Ik ga het even uitleggen wat logica is, hè? Goed opletten, het is niet makkelijk. Heb jij thuis een aquarium? Nee. Now what are you gonna say? Now what's your story? Oh my god. Nou, daar ben je homofiel. I knew it was coming. I knew it was gonna say it. Oh, die shit. No, we couldn't be friends. We couldn't be friends. No. Je start hem wel leeg zo, hoor. Ja, ja, kijk, dat is natuurlijk geen logica, hè? Ja, als er maar suiker op zit, dan zullen we dat. Zullen we even de grote nies gaan doen? De grote nies, geweldig! De nies. Even opletten, hè? Konijn, hè? Bevers, even opletten, hè? Wij gaan de grote nies doen. Willem-Jan Jaap en ik hebben dat bedacht, hè? Heel leuk. Ik tel dadelijk tot 3. Dan roepen alle konijnen, die lopen dus tot hier. Dit zijn de konijnen, hè? Kijk anders aan de achterkant of je een konijn bent of een bever. Konijnen, dan roepen wij hashi. Voor de konijnen, hè? Simpel onthouden we, ja. Bevers daarentegen, pak even potlood en papier, want dat wordt heel leuk. All right, hold on. We can't have it end right there. I can't just do the one part, so we're going to part 2. I'll be back in 2 seconds. I'm not gonna lie, I'm a little bit happy that I had a breather in between this, and my abs are definitely a little bit happy. But let's get back to the laughing. Hey, we gotta make sure we got the subtitles on. Oh, the subtitles are at the bottom. Let's try this again. We're getting into part 2. We know that there's a little piece of there that didn't have subtitles, but they're going to be burned in, so let's go. Laat maar praten, bevers. Wij pakken het ietsje ingewikkelder aan. Wij doen op teken van Godefroot. Haasja! Haasja is maximaal wat je uit een bever kan krijgen. Haasja. Laat praten. Maar goed, gelukkig zijn wij de bever bij heer Konijn om dat even aan te pakken. Hè? Goed, dan gaan we met z'n allen. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Kan iets vochtiger, dacht je ook niet? Ga nu nog weer. 1, 2, 3. Gezondheid! Ze gingen erin met boter. I can't do it with the man's face. His little laugh face. I can't do it. Ja. Maar ze hadden het trekken, dat hoorde je wel, hè? Ze willen van de kant af, hè? Nou, dat hoorde jij toch ook, hè? Ze willen zingen, hè? Het zit er. Zullen we even doen van, kom je er buiten allemaal zoeken bij de wiel, wel, Joost is er niet. Top! Zullen wij, ik zal even een toontje geven. Toontje? Ja, dat we lekker in de melodie glijden. Ah, even om de, ja. Even opletten, hè? Willem-Jan Jaap geeft even een toontje. Toontje, opletten. En sluit. Ja. Weet je, de laatste keer dat ik zo'n open bek zag, hè, zat er een vishaak in. Maar goed, daar gaan we er. Vind jij het leuk om nu even de konijnen te dirigeren? Uitdaging. Dan doe ik de bevers. Konijnen, jullie staan nu even onder leiding van Willem-Jan Jaap. Bevers daarentegen, wij staan nu onder leiding van mij. Dat impliceert dat wij dadelijk allemaal zoveel mogelijk gelijk proberen te zingen. En dat geldt ook voor het orkest! Harp even, zit vast hier. Voorzichtig. Zat je zakmesje in de weg? Ja. Goed, oké, we weten wat de bedoeling is, hè? Daar gaan we dus. Ik tel tot 3, orkest allemaal wakker, iedereen aanwezig. Dan doen we het met wie er is. Goed, konijnen, geef gas! Niet waar de bevers bij zijn. Daar gaan we dus, ik tel tot 3. Ja, attentie bevers, daar gaan we, hè? Konijnen ook, hè? 1, 2, 3, 2, 3, weer. Kom mee naar buiten, allemaal, dan zoeken wij de buren. En horen wij die muziek, dat is zomaar in het huilen. Jan. Duracell batterijen zeker weer. Zij ging heel lekker. Bevers, konijnen ook trouwens. Inderdaad, konijnen. Het leek me nu leuk, hij ging toch lekker, om nu hetzelfde lied nog een keer te doen. Maar we zijn uiteindelijk met z'n tweeën, 2 ploegen, nu in kanon. Maar wij wachten eerst even op een domme vraag. Wat is kanon? Door elkaar heen. Wauw! We gaan dus door elkaar heen. Kijk, ik begin hier met de bevers. Ja. Begrijp je wel? Kom mee naar buiten. Kom mee. Kom jij erachteraan met die konijnen? Begrijp je? Ik begrijp hem. Ik begrijp hem. En die konijnen proberen ons in te halen, bevers. Maar we geven ze geen meter natuurlijk, hè? Laat gaan. Daar blijven ze mijlen voor, hè? Goed, iedereen klaar? Ook heeft ook klaar. We gaan weer allemaal meedoen. Goed zo, mevrouw. Doet gebit maar in tasje. Als je maar weet. If your audience you didn't know that you had to sing, boy, you'd have been caught off guard. That's about the audience participation. Oh my God. Wiping his hand off, it's hilarious. Dat was heel lekker. Dat ging heel fijn. Mooi, dan is het nu tijd voor de ballon. De ballon? de bal op. Ga je met de ballon de lucht in? Hoor je nou zelf niet het stupide van dit? Ga je met de ballon de lucht? Waar moet ik nou anders heen met een ballon? Moet de grond in? Denk nou toch eens na voordat je überhaupt geluid gaat geven. Zit die hoek te strak? Heb je geen contact meer met boven? Balzen is op. Heb jij het nummer? Ach, goede vroot, mag ik met je mee in de ballon? Mee in de ballon? Ben je nog nooit in de ballon geweest? Nog nooit in de ballon. Oké, stap in. Geweldig. Dan hou je goed vast, want we gaan razend hoog. Ja. Kijk, daar hangen hier allemaal van die zakjes aan. Die moeten we eraf gooien. Dan wordt de ballon lichter. Dan gaan we vanzelf omhoog. Begrijp het. Simpel, ja. Oké, gooi maar los. Ja? Ja. En hou je vast. En weer terug. Hoe vond je het? We zijn nog niet eens van de grond geweest, hoor. Nee, dat is steeds te zwaar. Er moeten nog een paar zakken af, ja? Ja. Oké, daar gaat hij. En hou je vast. Ja. Ja. Ik voel hem gaan. Is niet de ballon in ieder geval. We staan nog steeds aan de grond. We zijn nog steeds te zwaar. Er moet nog geen zak af. Ga jij er eens uit. Nou ja. Kijk, nou gaat hij beter. Ta 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 ta. Nog te zwaar. Hoe kan dat nou? Ah, ik zie hem al. Dat is het probleem. Oh my god. It's definitely never a disappointing journey with André van Duin. If you're ever in a dark place, just watch that. You'll instantly be brightened. I'm gonna have to take a break after this one because I'm dying. My cheeks are killing me. This is way too smiley. Now I see why they did it in two parts. Definitely get over, show all the love of the world to Neon Bullseye. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you. Till the next one, Highly Combustible. You guys be happy, healthy, safe. Let me to the moon and back. Peace.